day video. Ja, ik was gewoon wat aangekomen. I know. Maar ja, het is eenmaal gebeurd. Ik ga nu weer opletten met wat ik eet. Wil je dat ik dit vaker doe? Vergeet dan geen duimpje omhoog te geven, zodat ik weet dat jullie het leuk vinden dat ik vaker van dit soort video's moet maken. In mijn vlogs laat ik ook altijd recepten zien wat ik eet. En ja, you know the drill. Dus als je mijn vlogs nog niet hebt bekeken, heb ik echt een shitload aan vlogs. Laten we maar meteen met de video beginnen. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, it's all in perspective. Goedemorgen en wij beginnen vandaag in de ochtend en we beginnen met ontbijt. Zoals je ziet heb ik hier een beetje amandelmelk staan, een appel en muesli. En wat ik ga doen is mijn appel gewoon snijden in kleine blokjes. Ik vind dat het lekkerst met wat muesli in de kom. Het is eigenlijk heel simpel, heel basic, maar het vult echt heel goed. Een beetje kaneel, zonder kaneel is niet lekker. Kaneel hoort erbij. Echt you guys, kaneel moet. En dan wat melk eroverheen gooien. Nou, amandelmelk dan. En dan is het helemaal klaar. Zoals je ziet heb ik alles erbij ingegooid. Nog wat chiazaad voor de extra vitamintjes. En dat is eigenlijk dan mijn ontbijt voor deze ochtend. Super yummy! Dit is echt mijn allerlekkerste recept ever. Ik heb hiervoor appelazijn nodig. En sojasaus. Met een rode paprika. I love the red ones. En een beetje nutrition yeast, oftewel edelgistblokken in het Nederlands. En een rood uitje, gewoon een klein rood uitje, ook niet al te groot zijn. En een lekker knoflookteentje als lekker smaak op pepper. En als laatste heb ik dit van de Sumo. En sinds kort weet ik dat je het gewoon kan kopen en kan gebruiken. En normaal deed ik het alleen voor mijn sushi. Maar het is ook echt super lekker in mijn salades. Dus dat heb ik als experiment gedaan. En ik moet zeggen, het werkt. Dit is echt mijn lekkerste salade van alle salades dat met boerenkool te maken heeft. Ja, get it? Oké, als eerst ga ik gewoon het uitje helemaal fijn snijden. Want we gaan een heerlijke boerenkoolsalade maken. En ik hoor je denken, mer, serieus, boerenkool, eeuw. Maar dit is echt lekker. Ik dacht dat op het begin ook, maar tot ik het vaker ging maken, toen dacht ik echt, wauw, het is echt lekker inderdaad. En nu ben ik er helemaal verslaafd aan. Ja, ik vond het meteen al gewoon helemaal geweldig. Maar als je het hoort, denk je boerenkoolsalade, zal wel. Ik ben niet zo heel erg dol op boerenkool, maar in een salade zo vind ik het echt toppie. Ik doe er nog wel wat knoflook bij en 2 eetlepels appelazijn. Niet te veel, anders wordt het heel erg zuur. Wat sojasaus, ook gewoon 1 theelepeltje. En de key is, de magic trick is om heel goed in te masseren. Masseer alsof je leven ervan afhangt. En daarna lekker veel nutrition yeast bovenop. En een heel klein beetje heb ik hier. Maar dit hoeft niet hoor. Het is meer als je het zelf. Want je kan ook gewoon sambal of zo erbij doen wat je zelf lekker vindt. Of je doet gewoon helemaal niks en laat het gewoon zo. En je doet helemaal geen pittig iets erin. Dat kan ook. Is ook lekker. En dan doe ik de paprika erdoor. Omdat ik paprika toch wat zoet vind. En dan met dat zuur en dat pittig en zoet. Ja, dan vind ik gewoon al die explosies in je mond. Vind ik gewoon lekker. En dat doe je ook allemaal gewoon erbij. Heel fijn snijden en plop, hup, de thee in die kom erbij. Dan roer je het nog even heel goed door. En dan heb je, voilà. En dit is echt, you guys, echt lekker. Je moet het echt een keer proberen. Het is heel mager, heel gezond, maar absolutely amazeballs. Oké, en dan gaan we door naar snack, oftewel lunch. Dit is nogal een uitgebreide lunch. Het is dat ik het nu maak. We maken bananenbrood, by the way. Het is dat ik het nu maak en dat ik het dan in kan vriezen en kan bewaren. Oh, handig om te weten, snij hem wel eerst in plakjes voordat je hem in de vriezer doet. Want anders, ja, dan heb je er nog niks aan. Dus als je het hebt gemaakt, heb je ook al een paar dagen profijt van. Mits je het in de vriezer laat natuurlijk. Nou, ik heb hier bananen, havermout, meel. Je kan ook gewoon havermout tot meel mengen. Beetje heel easy peasy, bakpoeder, bananen een beetje echt heel erg soppig en zacht maken. Alles bij elkaar erin gooien, mixen, 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 mixen. Maar ik was natuurlijk weer suiker vergeten bij te doen, dus hier doe ik weer last minute suiker erbij.
Want ik vind toch, ja, de bananen geven wel heel veel smaak, maar dan moet toch nog wel wat meer zoetigheid aan zitten. Vind ik toch wat lekkerder. Bananenbrood of cake, hoe je het ook noemt, fluffy te maken, doe ik 1 theelepel baking soda en 1 theelepel appelazijn. Ik kan niet zonder appelazijn. Ik gebruik appelazijn voor alles. Dat mix ik ook allemaal erin en dan gaat het lekker in mijn kom die ik helemaal bekleed heb met bakpapier. Niet charming, I know. Ik zit altijd rottiger met dat. Er gaan geen eieren of iets hierin, dus hij is helemaal vegan, deze bananenbrood. Maar ja, anyways, je doet het in de oven, 180 graden, 40 minuutjes of 45 minuutjes. Het ligt een beetje aan de oven. En dan heb je dit en het is echt zalig, you guys. I love it. En je kan het de volgende dag lekker met besjes doen of met aardbeien, honing erbovenop, wat je wil. Het is echt super lekker. Oké, we gaan door met avondeten. En avondeten staat weer in het teken van heel veel groentes. Ik heb wokgroenten, ik heb sesamolie en ik heb hier sojasaus. Alweer, I know. Een verse knoflook en een pepertje. Wat argideolie. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik doe het altijd verkeerd zeggen namelijk. En wat volkoren noedels. En natuurlijk broccoli. Nou, je snijdt gewoon de broccoli fijn. Het is eigenlijk heel erg simpel. Je snijdt je pepertje fijn. Je snijdt je knoflookje fijn. Je doet alles in de pan. Je wokt het. En ja, een kind kan de was doen. De noedels zijn ook zo klaar. Alleen kokend water te doen en daarin te leggen. En voor de rest ben je dan ready. En dan heb je dit. En dan ben je klaar. En als allerlaatste snack hebben we natuurlijk weer mijn all-time favorites. Druiven en de red ones. Met een heerlijke kop thee. Yay! Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet er geen duimpje omhoog te geven en te abonneren. Ik upload 2 keer in de week. Op dinsdag heb ik een weekvlog. Weekvlog. En op vrijdag heb ik een gewone video. Kan random zijn. Een schoonmaakvideo, wat een eten video. Nou, leek het me leuk als jullie dit soort video's echt leuk vinden om hier een soort van serie van te maken. Of nee, laat me maar weten door heel veel duimpjes omhoog te geven. Dan weet ik dat ik dit in een serie moet gaan maken. Ik denk dat dat het beste is. Dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Tot dinsdag. Doei doei!